Damn it. Wie zit er met zijn poot aan het internet, hé? Is hij weer ook kapot? Ja, man. Zullen ze thuis zijn? Zo. Jullie hebben zeker geen internet. Hoe weet jij dat? Ja, duh, Klimpie. Ik ben al lang overgeschakeld via de satelliet van de buren. We willen eigenlijk gewoon verder gamen. Oké. Okay. Weet je wat het is? Je moet gewoon altijd alles dubbel aanleggen. Dat doe ik ook, kijk maar. Want als het al fout gaat, heb je altijd een backup. Oké, okay, waar is mijn telefoon? Oké, ik ga even Edwin bellen. Edwin. Hey Gwen, even kort, want we hebben hier een enorme stresssituatie. Ja, wat is er aan de hand? Ja, die hele wijk zit zonder internet en die monteurs zijn niet eens in staat om het te verhelpen. Ken jij toevallig die two-way bridge nog, die ik heb uitgelegd? Ja, die ken ik. Oh, dat programmaatje heb ik nog op mijn laptop. Nou, wat ik doe, ik stuur je de coördinaten door van de plek. En Gwen, make it proud. Yes, thanks Edwin. Oké, doei. Dat hebben we nodig. Laptop mee. Deze nog. Oké, let's go jongens. Go. Volgens de coördinaten moet het hier zijn. Pieter, jij hebt de monteur in de gaten. Als die komt, hou hem aan de praat, ja? Let erop. Jij, hier die laptop. Naar de auto lopen, goed? Oké. Onderaan. Ik weet het probleem, jongens. Het zit hier. Naar de kamer. Stop, hé. Hij doet het, jongens. Ja. Doet hij? Kunnen we gamen? Game is on! Yes! Oké, okay, kom, let's go. Heb jij wat gedaan? Kan het nou?